De vraag naar vaktrainingen van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, de SAO, groeit gestaag. Dat zegt waarnemend directeur Joyce Lapaar. De SAO is een belangrijke schakel voor jongeren die de school vroegtijdig verlaten en toch een vak willen leren. Ruim 250 gecertificeerden af van de ochtendtrainingen, terwijl van de avondtrainingen maar liefst 360 slaagden. Het aantal inschrijvingen voor de ochtendtrainingen dit jaar bedraagt 300. Een groei die aangeeft dat de stichting haar bestaansrecht heeft bewezen, zegt Lapaar. De meest populaire vaktrainingen zijn lassen, automontage en installatietechnieken. Wij vangen in de ochtenduren voornamelijk een grote groep van cursisten die het regulier onderwijs hebben verlaten, het zijn eigen aanmeldingen. En in de avonturen zie je dat mensen zich willen bijscholen, maar ook vanuit hun werk zich moeten gaan scholen of omscholen, omdat er dus minder gelegenheid is om die functie nog uit te oefenen of baanverandering. Maar daarnaast ook hobbyisten die wat meer willen weten. Okay. En hoe zit het met de districten? Komen zij ook aan hun trekken als het aankomt op deze opleidingen? Op dit moment zijn we niet in alle districten. Wat we voornamelijk doen is het district Nikeri, omdat dat eigen betalingen zijn. De cursisten betalen dat zelf. De overige districten werken we meer met projecten. En die projecten zijn vaak genoeg door NGO's of door bedrijven gevestigd in die omgeving. Dan wordt het verzorgd. Er wordt veel samengewerkt met het bedrijfsleven. Het doel is om deze relatie verder uit te diepen, zegt Lapaar. Kijk, het is een vakopleidingsinstituut, dus er zijn ook wel vakken die wij niet kunnen verzorgen of niet direct kunnen verzorgen. In sommige gevallen heb je geen equipment, heb je geen faciliteiten daarvoor. Maar wat wij dan doen, is dan zoveel mogelijk samenwerkingen aangaan om het toch te organiseren. Het zij op eigen locatie of op locatie van anderen. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld voor SWM de training graafmachine operator verzorgd. Maar wij hebben hier alleen maar simulatoren. En, dus we hebben geen graafmachine. En we zijn niet in staat die nu aan te schaffen. En je zou dan ook moeten kijken, is het economisch verantwoord om die machine aan te schaffen. Dus dan gaan we samenwerking aan met SWM. En dan doen we die training op hun locatie met hun graafmachine. Dus op die manier proberen wij de kosten te drukken in. Maar ook invulling te geven aan de wensen van zeg maar, de cursus die zich bij ons aanmeldt. Tot zover waarnemend directeur van de SAO, Joyce Lapaar. De vraag naar vaktrainingen van de stichting neemt elk jaar toe. Het nieuwe cursusjaar start 1 oktober.